Erasmus MC is een toonaangevend ziekenhuis als het gaat om de behandeling van kanker. En ze doen hun uiterste best en onderzoek om zoveel mogelijk middelen te vinden die de patiënt helpen om langer te kunnen blijven leven. Kinderen komen van het hele land hier naartoe met een aandoening, met bottumoren, met hersentumoren, met leukemieën, bloedkankers. Op de afdeling waar ik werk zie je heel veel ziektebeelden als borstkanker, hoofd-halstumoren, tumoren van het maag-darmkanaal. We zien ook heel veel jongere mensen, dat is soms best confronterend, dat er mensen zijn die kanker hebben van mijn eigen leeftijd. Ze hebben thoraxdrains, katheters, ascitesdrains, dus heel veel technische handelingen moet je ook verrichten. Mensen hebben een getunnelde CVC. Dat zijn vaardigheden die je als normale verpleegkundige niet zomaar doet. De hele dag door zijn we bezig met dingen onderzoeken. Je urine, je bloed, je hart, je longen, je lever. Het gaat maar door. Je ziet dat er steeds ziekere patiënten komen, ook door de zorg en hoe het is geregeld in het land. Dus we krijgen steeds ziekere patiënten die steeds meer specialistische zorg nodig hebben. Er zijn zoveel vernieuwingen, zoveel studies, zoveel nieuwe behandelopties voor patiënten. Dus jij wordt als verpleegkundige elke dag uitgedaagd om klinisch te redeneren, om goed te kijken naar je patiënt. Wat zie ik? Leg de link met je theorie. Wat heb je geleerd? Ik probeer altijd bij te blijven met de laatste onderzoeken die gedaan worden. We proberen heel veel klinische lessen bij te wonen. Ook na het werk, dat je natuurlijk gewoon naar congressen gaat. Je moet natuurlijk niks, maar het wordt in ieder geval wel heel erg gestimuleerd als je meedenkt. Hoe je uiteindelijk de zorg voor de patiënten kan verbeteren. Artsen kijken voornamelijk van wat ze medisch gezien kunnen bieden aan de patiënt. Maar ik als oncologieverpleegkundige kijk ook wat ik meer kan bieden op psychosociaal vlak voor de patiënt. Want het is niet niks wat ze te horen krijgen. Je ziet eigenlijk de mens, de patiënt is een totaalheid. En niet alleen een klein stukje, alleen chemotherapie toedienen. Toevallig hadden we een jonge vrouw die had uitgezaaide ziekte. En die zou gaan overlijden, want ze had jonge kinderen en die was nog niet getrouwd. Dus uiteindelijk is ze bij ons op de afdeling getrouwd en hebben we dat voor haar kunnen regelen. Ik zeg altijd dat verpleegkundigen voor mij echt de hoeksteen zijn voor mijn werk. En daar bedoel ik ook mee dat ik zonder verpleegkundigen eigenlijk kansloos ben.